Patricia. Mag ik Patrice zeggen? Benja! Oh, dat heb ik altijd gewild. Ik ben een fan. Jij stond in mijn Ryan-agenda. Leg je hand maar op het scherm. Nou, dat werkt niet bij mij, want ik ben zo vaak gelift. Mijn vingerafdrukken die zitten op mijn ellebogen. Nou, ga je gang, hè. Kijken wat we allemaal zien. Nou, de Star Sisters, een popstars, maar de laatste tijd ben je het meest in het nieuws door je scheiding. Ja, ik heb een heel vervelende scheiding achter de rug. Oh ja, ik ook, ja. Ik had hem eerst hier, maar ik heb hem nu in het midden. Want je bent aan de kant gezet door je man Adam Curry. Of uit de helikopter geduwd, eigenlijk. Ja, nou ja, hij kan altijd nog bij de Transavia gaan werken, hoor. Nee, maar ik ben daar heel verdrietig over geweest, ja. Ik dacht echt, nou breekt mijn pump. Ja, want je bent ingeruild voor Mickey Hoogendijk. Voor een vrouw dus die... Ongeveer 2 meter langer is dan ik, ja. Is ze zo lang? Joe, als zij stilstaat, dan is het net de Euromast, hoor. Ja, mooi, hoor. Ja, als je hond iets zoekt om tegenaan te pissen. Maar verder? Jij en Adam besloten uit elkaar te gaan... en toen zijn de media er bovenop gedoken. Ja, en toen kwam de klap. Want op dezelfde dag gingen Jan en Jolanta uit elkaar. Ja, weg exclusiviteit. Weg focus. Oh, dat lijkt me zo moeilijk. Ja, toch de één na mooiste dag van je leven, een scheiding. Hè? Qua publiciteit dan. Ja, het is ook gewoon niet eerlijk, hoor. Want Jan en Jolante, die zijn nog jong. Hè? Die kunnen nog heel vaak uit elkaar gaan. Ja, nou ja, ik ben al 60. Oh. In sommige programma's krijg ik daarvoor applaus. Bent u echt al 60? Ja! Wat bent u dan nog klein voor uw leeftijd? Nou, en toen gingen Connie en Hans gingen ook nog uit elkaar. En de toppers gingen uit elkaar. Maar ik ben er overheen, hoor, meid. Maar ben je dan nu niet ontzettend eenzaam? Nou ja, weet je wat ik dan doe, meid? Ik bel dan gewoon zo'n blaadje. Hè, en ik roep dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest. En een week later loop ik depressief in mijn joggingspak door de supermarkt. En dan staat er in zulke koeienletters in de schappen... Patricia Pai is nog nooit zo gelukkig geweest. Nou, dat is zo gek, maar dat helpt me er dan toch weer een beetje bovenop. Ja, maar je moet niet alles geloven wat er in de bladen staat, hoor. Ja, maar wel als je zelf gelogen hebt. Hebt u het allemaal een beetje meegekregen? Ja hoor, ik volg het allemaal via de Twitter. Ja, en ik hoor het dan weer van de heer Verhagen. Oh, nou, dus de regering waakt over ons. Je bent niet hip, je bent niet vlot. Die oude fiets die is altijd kapot. Nee, nou haalt u mij door de war met minister Donner. Nou, ik ben er helemaal overheen, hoor, over die hele Adam. Al kwam hij kruipend terug. Ik hoef hem niet meer. Nee, want wat lazen we? Wat lazen we? Je hebt een fotomodel van 25 aan de haak geslagen. Nou, aan de haak geslagen. Ik heb gewoon een nummertje met hem gemaakt. Oh, meid. Meid, dat is heerlijk, joh. Dat is zo therapeutisch. Dat moet je ook een keer doen. Maar jij lijkt mij wel een sneutje. Ja, ga eens naar de kapper, joh. Trek een paar hoge hakken aan. Nou ja, ik heb moeilijke enkels. Ja, moeilijke enkels, mijn reet. Nee, ik zwik heel makkelijk, echt. Oh, vooral als ik een wijntje op heb. Vorige week nog frontaal in een koud buffet geland. Zielvruikje staat allemaal in mijn haar. En Feitje. Wie heet er nou Feitje? Nou, ik? Ja, meid, kom je van de Bijbelbelt. Where is the real woman in you? Nou, ik wil het hier toch even opnemen voor mevrouw Ampersand. Ik vind dat ze er meer dan voortreffelijk uitziet. Dag. We willen toch allemaal Samantha zijn, toch? Uit Sex and the City. Nee, maar Samantha is een sloerie. Die duikt met iedereen het nest in. En waarmee ik niet wil zeggen dat het allemaal... Kijk ze rood worden! Is het gevoel dat dit gesprek alleen maar over mij gaat. Maar... Nou, weet je wat, meid? Ik ga mijn nieuwe single zingen. Nee. Nee, dat doen we hier niet. En het is trouwens een oude single. Je bent trouwens zelf een oude single.
zitten jij. Je bent een hele slechte remake van een single uit 1977. En je man is met iemand van zijn eigen leeftijd vandoor en jij bent klaar. Het zit erop. Misschien kun je Joke Bruis opvolgen in die rollator reclame. En wij gaan ondertussen naar de Red Service.